Barbie. Like de dance video, anders kom ik achter je aan. Oh, wat een prachtige dag is vandaag ook. De Mr. Beast ballon hangt op. En hey, Timothy, ga je lekker glijden vandaag? Jazeker, ik ga lekker van de grote glijbaan. Ik geef je groot gelijk, maar voor de eigen glijden, ik heb een vraagje. Heb je de video ondertussen geliked? Ja, maar natuurlijk heb ik de video geliked. Kijk, zo mag ik het graag, jongen. Ik zou zeggen, ga lekker glijden. En oh, ben je ook geabonneerd? Ja, ik ben geabonneerd. Oké, hey, veel succes. Dankjewel. Tim is lekker aan het glijden en ik denk dat ik er zo even lekker achteraan ga. Dus ja, weet je, laat er even op wachten. En oh my freaking god, het wordt echt een mooie dag vandaag. En help! Huh, wat is gebeurd? Oh my god, dat meen je niet. Huh, waarom word ik geschreeuw? Hè? Huh? Ik snap er helemaal niks van. Een beetje vaag. Dus, oeh, ouch. Oké, dat is niet best. Dit parcours kan ik er ondertussen wel. Oh my god, maar ik hoor Tim dus bij die... Hij zit in die konen, denk ik. Ja, hij zit in die rode dingen. Dus we moeten even kijken wat er met hem aan de hand is. Waarom is hij aan het schreeuwen? Wat is er gebeurd? Oh my freaking god. En hè? Huh? Wat? Is dat daarom aan het schreeuwen geweest? Oh my god. Hallo, wie ben jij? Hi, mijn naam is Barbie. Hey, Barbie. Oh my god. Mijn zoon had het wel eens over jou gehad. Ja, ik heb je namelijk een uitnodiging gestuurd voor je zoon. En jullie kunnen zo meteen lekker naar de McDonald's gaan. Want ik heb mijn eigen Happy Meal. Heb je gewoon je eigen Happy Meal? Jazeker. En je krijgt er een speeltje bij. Kijk, zo mag ik het echt horen, joh. Ik zweer het je. Ik vind het wel lekker, hoor. Maar zit er ook een speciaal menu bij? Nee. Het is gewoon lekker wat zadel. Alleen, je hebt een leuk speeltje. Dit speeltje is uniek. Ja, dat zeggen ze altijd. Gekkie toch? Nou, zie ik je daar zo vanavond? Ja, hoor. Hoe laat moet ik daar komen? Doe maar in de nacht. Oh, in de nacht? Hoezo zo laat dan? Ja, gewoon. Je kunt ook iets eerder komen, maar best is in de nacht te komen. Oké, nee, is goed. Deal, dan zie ik je daar zo straks. Okidoki. Dankjewel. Oké, ten eerste, waar zit Barbie überhaupt in de trechter? Dat vind ik eigenlijk wel iets raars. De meeste mensen glijden gewoon door en Barbie denkt, ik ga in de trechter zitten om promoties te maken van mijn Happy Meal. Ja, ieder zijn ding natuurlijk, maar dit is wel een beetje apart. Dat vind ik dan wel weer. Maar weet je wat, laten we even naar de kust zwemmen en ik denk dat we de Notto gaan pakken. Want die moeten we ook even gaan doen, hè? Oh my god, het is zo zwaar te zwemmen. Ik zweer het je, het is echt zwaar om lekker te zwemmen. En oké, ik denk dat de hoogste tijd is om eerst even naar huis te gaan, want ja, Tim heeft zometeen een toets. Of ja, Tim en Tim heeft een toets. En die gaat hij zometeen even lekker naar school moeten brengen. Of tenminste, hij gaat zelf naar school, want hij heeft tegenwoordig ook een fiets. Dus ja, wie niet? Alleen, waar is Timothy? Ik ben naast je. Huh? Hoe ben je hier erin terechtgekomen? Is dat een grapje te maken bij dat geschreeuw? Tuurlijk ben ik niet aan het voet. Ben je helemaal gek geworden? Tim, dit is niet grappig, want je weet dat het vaak gebeurt, zoiets, hè? De volgende keer help ik je niet meer. En dan heb je een probleem, oké? En dan voel ik me schuldig en dan zit je dan. Ja, oké, je hebt gelijk. Sorry, papa. Geen probleem, daddy. Nou, in ieder geval laten we gewoon lekker even naar huis rijden, toch? Ja, maar ik heb gewoon mijn eigen fietsen, dus ik ga zelf naar school fietsen. Ja, dat had ik er net ook over. Dus ja, ik zou zeggen, dat ga ik lekker doen. Maar ook, ik moet even naar school, want ik heb namelijk iets een keer achtergelaten. En ik wil toch heel graag even terugzien wat ik daar eigenlijk heb zeg maar liggen. Dus ik hoop dat ze mijn documenten bewaard hebben. Maar ik betwijfel het eigenlijk een beetje. Dus ja, we gaan gewoon sowieso lekker naar huis rijden. En ik betwijfel echt of het even bewaard. Maar daar komen we op een manier achter. Mensen, ik zie jullie weer thuis. Oké, lieve Leute, we are bijna at home. Of ja, wat zeg ik nou? Bijna at home. Dat is niet echt logisch. Maar ik moet ook even mijn schatje even namelijk even gaan spreken. Wat ook even belangrijk. Want als ik haar niet spreek, ja, dan weet ik het ook niet meer. Nee, inderdaad, je hebt wel gelijk, Delano. Ja, nee, precies. Wij komen lekker thuis aan en ik heb er eens even lekker met te praten. Mensen, ik hoop dat jullie een beetje een leuke vakantie hebben. Als je op vakantie bent, waar ben je eigenlijk op vakantie? Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar jullie vakantie zijn. Maar we gaan even een klassiekertje gooien. Ik ga even iets neurien en jullie mogen raden wat ik aan het neurien ben. Oké, welke liedjes mensen? Als je het goed achterlaat, dan krijg je namelijk een hartje in de comments. Nou, we zijn dus aangekomen bij mijn schat. En waarom ligt er een haai dood neer? Oh my god. Save the turtles. Hey, save the sea, right? Ja, maar ik heb er niks mee te maken. Nou, schat, ik weet het niet. Maar hey, luister. Ik ga namelijk iets doen vanavond. Wat ga je doen dan? Je gaat helemaal nergens toe. Want ik heb namelijk lekker iets met de tentjes gepland. Nou, ten eerste is Timothy lekkere toets aan maken vandaag op school. En ik heb hem iets beloofd. Delano, ben je serieus? Het gebeurt nou altijd. Waarom doe je dit nou? Hey, sorry, maar ik heb gewoon inderdaad een Happy Meal beloofd. Er is namelijk eens nieuws uit. Delano, dat is bijna elke week een nieuw Happy Meal. En dan ga je dit doen? Kan het niet morgen of zo? Lieve schat, Timothy, je weet hoe die toch is. Hij wordt helemaal hysterisch. Je hebt gewoon geen discipline voor Timothy. Sorry schat, maar zo bedoel ik het niet. Weet je, ik heb een voorstel, anders kun je gewoon met je vriendin gaan. Want ik weet, je hebt gereserveerd, toch? Ja, en dan doe je dit. Ik heb al zo weinig geld. Ja, oké, weet je, ga gewoon met een goede vriendin van jou. Ik maak het wel weer een keer goed, ja? Je had het eigenlijk helemaal niet van mij hoeven doen, schat. Als jij al zo weinig geld hebt, alsjeblieft, spaar het alsjeblieft, oké? Zal ik doen, Delano? Oké. Hey, fijne avond straks, hè? Oké. Nou, zij gaat in ieder geval lekker date. Ik hoop in ieder geval dat ze met een vriendin gaan, niet met een andere jongen. Want daar heeft ze op het einde van de rit helemaal niks aan. Maar ik denk dat het hoogste tijd is om even hem, tenminste ik heb hem even opwachten, want ik moet hem op school even zoeken. Maar dat komt wel goed jongens. Ik ga even lekker de auto in en we gaan even lekker naar school rijden. Want Timothy heeft natuurlijk een proefwerk. En oh my god. De zon gaat over, maar hij is lekker op dit moment op school. Dus dat is eigenlijk wel fijn. Dan hoeven we er ook geen zorgen meer over te maken. En we gaan lekker stunten. Want ik wil 100 punten. Ja hoor. En we gaan even deze meneer even aan de kant gooien, want hij is een beetje vervelend aan het doen. En mensen die vervelend
zijn, daar hou ik niet zo heel erg eigenlijk van. Wat vinden jullie van mensen die vervelend zijn? Ik vind die zo leuk. Maar mensen, we gaan even lekker extra veel gas geven. Want ja, zoals ik al zei, ik hoop dat hij het kan vinden voor mij. Want ja, ik heb nog wat oude spullen van mij liggen. Ja, wat voor spullen mag ik helaas niet zeggen. Maar in ieder geval wel echt oude meuk. En ja, die oude meuk, dat is gewoon voor mij. Ik hou gewoon van die oude meuk. Dus is ook wel de reden. Maar mensen, ik zie jullie wel weer thuis. Want dat is misschien wel beter. Of thuis, ik ben nog lang niet thuis. Ben je knettergek geworden of zo? We komen lekker aan bij school. Want Timmetje zit dus namelijk vandaag op school. En we moeten hem even helpen. Want het kan echt niet langer meer. En voor is die auto dan weer? Ik snap er helemaal geen ene klooi van. In ieder geval, die school is weer gerepareerd. Oh my god, ik besef nog dat ik daar op school had gezeten. Tenminste, de buitenkant is gerepareerd. Maar gaan ze het renoveren of niet? Ik weet het niet. Ik betwijfel het een beetje. En laat ik niet met een wapen naar binnen gaan. Dat is wel een beetje, intimideren natuurlijk, hè. Maar goed, even kijken. Welke klas zat hij ook alweer voor mij in? Even kijken hoor. Oké, dit is allemaal kluisjes. Ja, hier zit hij sowieso niet. Hij zit in de kluisjes. Stopt alleen maar niet logisch, hè. Zit hij in deze klas volgens mij? Jawel, volgens mij in deze klas. Hey, Tim, hoe ben je er nou? Nee. Geef me de spullen van je vader. Nee, ik kan niks geven, jullie. Luister, dan ga ik je in elkaar mappen. Hey, stop er eens even heel snel mee. En wie ben jij nou weer? Dat weet je heel goed. Zoals ik al zeg, laat hem met rust. Oké, heb je dat begrepen? We krijgen jou wel. Hallo, doe eens even normaal, je achterlijke gekke. Hey, nee, je gaat me niet slaan, vriend. He, anders geef ik jou een klap, hè? Want iedereen zoals jij verdient een klap. Hoppa. En dan lig je dan lekker te slapen. He, je kan niet meer overheen. Ik ga lekker kopschoppen. Ik ga er lekker voor zorgen dat je een deuk in je schedel hebt. Dat je de komende dagen lekker in het ziekenhuis ligt. En je komt er niet meer uit, oké? Hoppakee. Dan lig je dan lekker slapen doen, hè? Lekker, hè? Oh my god, ik zal het even mooi afmaken. Nee. Je gaat niks tegen mij beginnen. Zo, heb je ook nog iets, Pennywise? Nee, natuurlijk. Oh, is dat zo? Hier, neem het. Hoppa, je hebt nog geluk dat ik je niet neersteek, vriend. Zo, hoppakee. Dan lig je dan, hè? Hoppa. Nog iets, Pennywise? Wat? Je overleeft er gewoon? Nee, lig jij nu. Nee. Dat gaan we mooi niet doen. Slapen. Heb je... Oh my god. Hoe moeilijk is het nou te slapen? Tim, sorry. Ik had je niet achter moeten laten. Ja, sorry Delano. Ja, maakt niet uit Tim. Weet je, het is een beetje later. Dan proberen toch? Ja, weet je, laten we lekker samen naar huis gaan. Of ja, nee, we gaan naar de McDonald's. Ja, want ik wil heel graag weten wat die Barbie Happy Meal inhoudt. Snap ik. We gaan lekker samen een Barbie Happy Meal halen, ja? Oké. Nou, weet je wat? We gaan Tim even blij maken met een Barbie Happy Meal. Want hij vindt dat altijd natuurlijk fantastisch. En hè? Wat doen we nou weer in de backrooms? Een beetje apart. Alright guys, we komen dus namelijk aan op het normale land. En het is de hoogste tijd om even de auto in te stappen. Voor mij is Tim al lang in de auto, want ik kwam de backrooms ineens terecht. Een beetje apart. Wat doe ik in de backrooms? Maar goed. Hey Tim, daar ben ik dan. Hey Delano, waar was je? Het duurde echt lang. Ja, sorry. Ik was in één keer in de backrooms. Waarom is er een backrooms in die school? Ik heb geen idee. Nee, ik weet het zelf ook niet, maar ik vind het een beetje apart. Want normaal kom ik helemaal niet in de backrooms terecht. En nou in één keer wel. Ja, ik ben er nooit in gezeten. Dat is gewoon een grap, zeker. Nee, er is geen grap, Tim. Het is echt gebeurd. Maar je wilt een Barbie speeltje krijgen. Maar wat wil je nou het liefst hebben? Barbie of Ken? Ja, Ken natuurlijk. Ken is een leuke jongen. Weet je wel, mensen, we gaan even lekker naar binnen toe en we gaan even een Happy Meal halen. Ik denk dat de hoogste tijd ervoor is. We gaan even lekker naar McDonald's naar binnen. En ja, we gaan even medewerker moeten aanspreken. Dus we willen even. Oh my god, kan ik niet eens naar binnen? Ik ben ook echt scheef. Zo meneer, zou ik alsjeblieft één Happy Meal mogen? Eén Happy Meal maar? Nee, natuurlijk niet. Ik wil er 6. Ah, ik dacht al vet klep. Ik heb wel je buik gezien, hè? Huh? Hoe bedoel je mijn buik? En wat zit Barbie thuis daar te doen? Oh, Barbie geeft gewoon een lapdance. Dat is gewoon hoe zij is. Dit is gewoon de Happy Meal van Barbie. Niet echt verantwoord als je met een mes loopt te zwaaien in de keuken. Hallo? Als ze ons loslaten, lig je hartstikke dood neer. Ah joh, dat doet ze niet. Barbie is gewoon een lieve meid, weet je? Waarom zou ze dat doen? Zo, hallo. Wat een mooie billetjes heeft ze ook. Hey. Niet zo seksueel intimiderend worden, vriend. Het is ook een geintje natuurlijk. Maar Barbie is een mooie dame. Laten we dat even opstellen. Ja, dat ga je ook heel goed. Maar je wilt 6 Happy Meals. Jazeker. En ik heb ook gehoord dat er een grote korting is. Je bent door. Het is inderdaad 15 euro. Precies. Een van de grootste kortings tot heden. Maar Barbie, zullen we vanavond een beschuitje eten? Oh my god. Nu heb ik er al helemaal zin in als ik er zo naar kijk. Vies peuk. Nou, hier heb je Happy Meals en veel plezier. Nou, dankjewel. Oh my god, Barbie. Damn it. Ik kan me niet goed inhouden hier zoals ik er zo naar kijk. My god, zeg. Nou, Tim, Timothy gaat de Happy Meals. Hé, hey, goed om te horen. Kijk, je mag het lekker uitpakken en ik hoop dat je namelijk iets leuks hebt. Ik ga eerst even kijken hoor. Je gaat niet eens kijken. Je gaat eerst even lekker alles opeten. Frietjes ga je opeten. De kipnikkers ga je opeten. Je gaat het speeltje uitpakken. En nee, die ga ik gelijk doen. Je gaat de appeltjes opeten die je bij hebt gehad. Gewoon alles, oké? Okay? Drinken ga je opdrinken. Want je gaat niet eerst dingen uitpakken. Dat gaan we niet doen. Het moet een verrassing blijven. Je gaat eerst het verrassingsmenu eten. Ja, maar Deli, nu heb ik geen honger meer. Leuke smoesjes, man. Geen honger meer. Zeg even tegen mij, ik heb geen honger. Je hebt grote honger, dat weet ik. Dus ga lekker eten. Okidoki, je bent door. Precies. En mijn ouders krijgen ook een Happy Meal. Hé, hey, ik heb gewoon Ken. Huh? Tim, wat heb ik nou gezegd? Timothy, oh my god. Sorry, maar ik was wel een beetje excited. Nu kan ik lekker eten. Vooruit, maar echt alles opeten. Anders ga je anders nooit meer een Happy Meal voor je. Okidoki. Ja, zeg je dat je wel okidoki mee haalt? Laat al de helft liggen. Zeker dat fruit en een gezond spul. Sorry Delano. Oké, Tim. Ik vind het goed. Wij komen bijna thuis. Maar ik heb toch een vraag voor jullie. Barbie is normaal gesproken een meidenfilm. Maar heel eerlijk, hebben jullie de film van Barbie gezien? Of helemaal niet? Ik ben wel zeer benieuwd naar jullie reacties. Ik heb alles al gezien van Barbie. Ja, Tim, maar ik betwijfel of je wel
helemaal in orde ben. Hoe bedoel je? Je spullen met Grimms en Rode McDonald's, dus vandaar. Daar heb je al gelijk in. Laat ik even hier naar binnen gaan. Ik denk dat het een goed idee is. Oh my god, zeg. Nou, we gaan even naar papa en mama toe. Hé, hey, papa, mama, ik heb namelijk Happy Meal gehaald. Papa, mama, waar zijn jullie? Wat? Wat is met jullie gebeurd? Oh nee, dat meen je niet. Is dat serieus? Is er iemand boven dan? Tracy? Jimmy? Hallo? Oh my god, dat meen je niet. Dit is echt gewoon echt een dreigende situatie, man. Ik zweer het je. Hallo? Tracy? Waar is iedereen? Ik zweer het je, man. Dat is echt niet leuk. Is ze misschien hier zo of zo? Nee. Oh, Jimmy. Nee. Maar waar is Tracy dan? Ik hoop dat alles oké met haar is. Tracy? Nee. Ook niet in de badkamer. Misschien in deze kamer of zo. Is Tracy misschien... Ah, Tracy. Ik zocht je al. Hé, Delano. We moeten stil zijn. Ik zweer het je. Hier is hij vermoord in het huis. Ben je serieus? Hoe kan dat dan? Luister. Ik weet het ook niet, maar volgens mij zes jaar heb je me opgehaald. Want het is maar 5 minuten geleden gebeurd. Huh? Maar door wie dan? In of andere meisje met een roze broek aan. Hoed op. Hoe kan dat? Die zit in de McDonald's. Hoe kan dat nou ineens? Ik snap er helemaal niks van. Ik ook niet. Een beetje apart. Maar waarom zo... wat? Meen je dan heel serieus? Wie is dit nou weer? Oh my god. Wat? Is dat zo? Ik ben de oma. Au, nee. Nee, niet zij. Oh my god, dit is gewoon de oma van Barbie? What? Are you kidding me? Oh nee. Hey, daar gaan we niet, vriend. Nee. Lig jij, hè? Had je nog iets? Ja, oma dat je bent. Zo. De oma van Barbie. Wat? Ben je heel serieus? Hoe kan dat nou weer? Hoe kan Barbie nou zo'n lelijk oud... ik weet niet. Dankjewel, Delano, maar alsjeblieft, ruim het bloed op. Geen probleem, Tracy, maar alsjeblieft, wees voorzichtig, hè. Okidoki. Nou, ik ga even lekker naar huis toe en ik denk dat het hoogste tijd daarvoor is. Maar voordat we dat gaan doen, we gaan eerst even lekker naar beneden toe. En dan gaan we naar de auto toe, hè. Dat is wel het belangrijkste. Oké, de auto staat namelijk hier zo klaar en daar gaan we dan. Tim, het is gelukt. En Tim, waar is Tim nou weer gebleven? Oh nee, dat meen je niet. Tim is gewoon weg. Wat? Hoe kan dat ook gewoon? Ik snap echt daadwerkelijk helemaal niks van. Hoe kan Tim nou weer weg zijn? Oh my god, weet je wat? We gaan even lekker racen naar huis toe, want het moet nu gebeuren. Dat betekent dat Barbie is geweest of zo. Of heeft Granny dat gedaan, die daarnet ook was? Die oma. Dat meen je niet. Ook al zo'n oud mensen aan de weer gaan doen. Die vind ik ook wel echt heel vreemd. Maar goed, we gaan even extra gas geven. En als we dat doen, dan zijn we zo thuis. Oké, mensen, de avond begint al een beetje te vallen. En ik denk dat dat een mooi moment is. Want we moeten even thuis aankomen. Ik ben echt totaal niet blij. Want Tim is weg. Mijn ouders zijn neer. Wat moet ik doen? Ik zweer het je, man. Het is niet de eerste keer dat er gebeurt, vriend. Oh nee. Oké, we gaan hier even stunten. Go. Oké, en dan gaan we dan. We gaan even onze oprit even oprijden. En ik denk dat de hoogste tijd is mijn ouders even maar te groeten. Hè? Want het moet maar even gebeuren. Ik voel me zo verschrikkelijk op dit moment. Ik voel me echt slecht tegenover Barbie, tegenover iedereen eigenlijk. Laat ik even mijn mes weg doen. En mensen, sorry voor de mindere uploads op Daily Game, maar ik was even zo druk de laatste tijd. Het was elke dag wel wat, man. Ik zweer het je. Hey Jaylee, ben je daar? Jaylee? En waar is Jaylee gebleven? Oh nee. Ik zweer het je. Heeft ze misschien iets op de beren geschreven? Want daar laat ze altijd een notitie achter. Wat staat erop? Delano, ik hoef je niet meer te zien. Ik ben weg. Wat? Ben je serieus? Wat is dit voor iets smerigs? Oh my god, hoe onloyaal kun je zijn? My god, deze vrouwen in 2023 zijn net zo onloyaal als een man. Ik zweer het je, man. Ik vertrouw gewoon geen één mens meer gewoon deze dagen. Maar waar moet ze dan naartoe zijn? Zou het met een vriendin gaan? Maar waarom dan zo'n bericht ineens? Eerst was het helemaal akkoord, weet je, alsof er niks aan de hand is. Geen belletje gehad, geen sms'je gehad, helemaal niks. En in één keer dit? Wat? Are you kidding me? Dit vind ik gewoon echt heel vaag eigenlijk. Maar het leven is gewoon vaag. Oei, ik moet niet de lantaarnpak kapot rijden trouwens. Maar ik ga gewoon lekker naar de Piet, want ik wil even graag weten wat er nou precies aan de hand is. Ik zeg vaak hetzelfde. Ik weet het, ik val in de herhaling. Maar we gaan het maar gewoon doen, want ik ga niet nog verder praten, want dat heeft gewoon geen zin. Oh my god, ik moet wel even lampen hebben natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Maar mensen, ik zie jullie weer daar. Nou, dames en heren, we zijn hier voor bijna op de bestemming aangekomen. Ik denk dat de host op tijd is om even wat aan te spreken. Want het is echt geen pretje met dit. Oh my freaking god. Hey, aan de kant jij. En jij ook aan de kant, meneer. Vliegen jullie. Allemaal vliegen. Hoppakee. 10 meter de lucht in. Oké, en hier moet het al zijn. En wat, Jaylee? Onloyaal. Hoe kan dat nou ineens? My god, dames zijn niet meer zo onloyaal tegenwoordig, hoor. Hey, wat heeft dat nou weer te betekenen dan, hè? Waar ben je mee bezig, Jaylee? Ik ben gewoon met iemand uit de gevangenis aan het daten. Iemand uit de gevangenis? Ben je gestoord of zo? Ja, hij heeft tenminste wel principes. Principes die tijdelijk zijn en zeker. Daarna word je zeker in een groep gegooid, hè? Ben je nou echt zo stom, Delano? Nee, Jaylee, je snapt het niet. Hey, luister vriend, ik zou maar heel gauw weggaan als ik jou was, hè? Anders kom je met iedereen bovenop je duiken en hak je in stukjes. Luister vriend, we zijn kannibalen, we eten gewoon rauw op, broer. Jullie eten ons rauw op? Wat heeft dat nou weer te betekenen? En wie is jullie dan? Ik, Patrick, Timo, Bart, Willem, Alexander. Oké, een beetje apart, maar het zal wel. En om heel eerlijk te zijn, heb ik nu echt honger, jongen. Dus kom maar op. Jij gaat helemaal geen appje vlees van me maken, maat. Ik zweer het je, ik kan je lekker laten zwemmen, hè? Ja, misschien ben je wel lekker een stuk vlees voor de haaien zometeen. Hè? Je gaat mijn vriendin gewoon rust laten, vriend. Oh my god. Weet je wat we met jou gaan doen? Je mag lekker een duikles gaan nemen tussen al die haaien die daar zitten. Ga je dan, 3, 2, 1, go. Zo, hè? Nog iets? Achterlijke gek. Kom dan. Kom nu. Moet je nu komen, hè? Kom. Durf je niet meer? Kom. Hè? Oh my god. Zo, die ga ik niet toelaten, vriend. En Jaylee, jij mag het ook even uitzoeken wat mij betreft. Ik zweer het je. Wat jij doet, dat vind ik helemaal niet oké. Nog één keer. Boom. Zo, hoppakee. Deze verdien je wel, hè? Achterlijke idioot, hè? Lekker totaalbal over je lichaam gekregen. Auw, doe
zoveel pijn. Niks ervan, goedkoop mens. Oh my god. Ik laat de dingen uitpraten of dingen gaan doen zonder ik het weet. Dan ben ik maar echt gewoon gemeen en vies en weet ik wat allemaal. Maar liever dat ik me zo laat disrespecten door zo'n meid. Deze dame is gewoon een golddigger. Dat was gewoon duidelijk geworden. Dat hij zeker weer terug naar de gevangenen kon, hè? Eerst om verhalen vertellen over hem dat hij helemaal gemeen is geweest en zo. Dat hij slecht voor haar is geweest. En toen heeft zij ervoor gezorgd dat hij in de gevangenis is en nu die vrij is en één keer weer daten. Ik snap er helemaal niks van. Maar weet je wat mensen, we zijn dus bijna aangekomen bij de McDonald's. En ik denk dat de hoogste tijd is om daar even lekker naartoe te gaan. Want hier heb ik helemaal niks meer te zoeken, man. Oh my freaking god. Ik ben ook gewoon echt doodmoe op dit moment, man. Oh my god, nee. Oké, we gaan even gelijk uitstappen. We gaan even naar binnen toe. Daar zijn we dan hoor. Oh, ik zweer het je, man. En wat heeft dit dan weer te betekenen? En Barbie is nog steeds aan het dansen. Oh my god, misschien mijn zoon hier ergens of zo? Ik snap er letterlijk niks van. We gaan eens even kijken hoor. Hallo, Timothy. Is Timothy hier zo? Ik heb werkelijk wel geen idee. Ik zweer het je, ik denk dat de hoogste tijd is om er lekker uit te komen. Dus we gaan er even lekker uit. En oh my freaking god, zeg. Ik snap er letterlijk helemaal niks meer van. Zo, Delano. Heb je lekker genoten, hè? Oh my god, dus jij hebt dat allemaal gedaan, hè? Jazeker, en hoe ik dat heb gedaan? Hé, hey, Barbie, die gaan we niet accepteren, vriendin. Hè? Hier, neem het. Hè? Au, au, au. Hé, dat ga je niet doen, hè? Wat denk je wel niet? Achterlijke gek dat je bent. Oh nee. Why are you so mean to me? Au, nee, stop ermee. Ah, nee. Oh nee, Barbie is zo gemeen, mensen. Oké, we gaan Barbie even mooi pakken. Hier, hè? Lig je dan. Lekker slapen, Barbie. Oh, hier. Kijk dan. Ja, wel gaaf een bak, hoor. Ja, maar we moeten ons op prank houden. Ik ga eens even kijken bij Barbie. Jij blijft zitten, ja? Oké, we gaan eens even kijken wat Barbie aan het doen is. En ik ga eens even heel stiekem in haar tuin sneaken. En eens even kijken, hoor. Laat ik even de trap naar boven nemen. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Want ik denk dat Barbie gewoon thuis is. Oké, niet op deze verdieping. Ze woont namelijk op de tweede verdieping. En ik ben dus heel benieuwd hoe haar huis eruit ziet. Oké, ze mag me niet zien. Oh my god, daar is ze. Waar is ze aan? Ze is naar buiten aan het kijken. Wat? Oh, wat een lekker weertje is het ook. Oké. Ze mag me niet zien. Oh, gelukkig. Ah, het is inderdaad Barbie dit. Oh, wow, yo. Hallo? Oké, ze hoorden voor mij wat. Oké, weg. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de banden lekker schieten. Ik hoop dat mijn tempo erop heeft staan, dus laat ik even mijn gun pakken. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1, go. Hoppa. 1, 2, dit is nummertje 3. En dit is 4. Oké, ik ga even mijn auto aan de kant zetten, anders gaat dat heel erg opvallen. Ik doe gewoon alsof ik de buurman ben. En dat ik lekker even een sigaretje aan het roken ben. Dus ja, oké. En als het goed is, gaat Barbie ook zometeen even boodschappen halen. Dus dan laat even wachten. Oké, guys, ik ben dus nu hier verstopt. En ik ben dus de buurman en ik ben dus namelijk de bosje aan het sprayen. Hey, goeiedag buurvrouw. Okay. Hey, buurman. Hey, hoe gaat het? Wat ben je aan het doen? Ja. Ik ga nu even boodschappen doen. Oh, cool. Ja, ik ben trouwens je nieuwe buurman. Mijn naam is Delano. Aangenaamd. Ja, hey, aangenaam. Ik ben Barbie. Alright. Nou, leuk kennis te maken. Ik zou zeggen, ga lekker boodschappen doen en dat komt wel goed. Ja, is goed. Zo. Ik kan er ook alles wijs maken. Ik ben dus heel benieuwd hoe ze gaat rijden in die lekke bandenautootje. Oh my god. Volgens mij gaat ze niet heel blij zijn. Ze gaat niet heel... ze gaat niet zo lekker... Zie dat gaan, mijn mondjes. Oh, arme Barbie. Ze is niet zo blij volgens mij. Delano, dit konden we echt niet doen hoor. Nou, weet je ook, okay? Ze is niet zo heel blij volgens mij. Nee, ik denk het ook niet. Het is wel een leuke prank eigenlijk. Die weet je, ik ga de banden wel plakken. Barbie, gaat het? Nee, het gaat niet. Mijn banden zijn lek. Ik heb geleerd hoe ik mijn band plakken, Barbie. Ouch. Vieze. Ik zweer het je. Ik wil te veel zeggen, maar ik kan het maar beter niet zeggen. Kom, Barbie, ik ga je band even goed zetten. Hey, joh. Je moet even... Oké, even kijken hoor. De banden. Oké, mensen, ik zie er wel als gerepareerd is. En Barbie, lukt het weer? Ik heb alles geplakt. Ja, wat lief aan je. Heel lief. Kijk, alsjeblieft. Ja, alleen waar is je hoed gebleven? Mijn hoed? Het ligt waarschijnlijk wel in je auto. Weet je wat? Ik ga even de tuin verder doen. Ja, dat is goed hoor. Oké. Doei. Hey, ik vond het wel een beetje zielig voor Barbie, man, dit. Dus ik dacht, ik ga het gewoon zo doen. Mitchell, ik ben er weer. Yo, Delano. Nou, ik heb in ieder geval gewoon fixed. Ik vond het een beetje zielig voor Barbie, toch? Wat heb je gedaan? Oh, je hebt de banden geregeld. Ja. Oh, ook nog weer een goede jongen, hoor, ben je. Ja, weet je wat? Ik ga ook weer naar de winkel toe. En voordat zij komt, gaan we haar pranken. Ik heb een idee, want ik weet ongeveer wat ze eet. En ik denk dat ik die producten ga verwisselen. En dan ga ik er maar gewoon gekke dingen in doen, denk ik. Ja, maar hoe wil je dat doen dan? Dan ziet ze toch dat die verpakkingen open zijn. Ik ga het weer dicht plakken. Komt goed. Ja, maar ze is toch niet achterlijk? Nou, ze is blond, hè? Ze is hartstikke blond, dus Oké, nou, vooruit dan. Nou, gaan we naar de supermarkt. Ja, mensen, we zien jullie daar. Oké, mensen, de plan is in ieder geval gewijzigd. Wat ik ga doen, ik heb namelijk Lenny geregeld. En Lenny gaat proberen Barbie te fixen. En ik ben dus heel benieuwd hoe Barbie ermee omgaat. Wat denk jij, Mitchell? Ja, ik weet het niet, man, eigenlijk. Ik denk niet dat Barbie daarop valt. Let maar op, daar valt ze zeker op. Let maar op, die man heeft praatjes. Ik denk het niet, man. Die man kan lullen als brugman, dat komt wel goed. Oké, nou, weet je, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Oké, nou, ben ik ook benieuwd. Ik ga me proberen te informeren, dus laat ik het even gaan doen. Yo, Lenny, fucker strijd. Hey, fucker kill. Hey, wat kan ik voor je doen dan?
me. Hé, hey, luister. Er komt zometeen iemand hier naartoe. Zij is namelijk Barbie. Je moet dat proberen te fixen, ja? Oh, dat klinkt als een goed ideetje. Weet je, ik ga er sowieso in pakken, broer. Kijk, zo mag ik het horen. Probeer echt de beste openingszinnen te gooien en zorg dat ze verliefd op je wordt. Ze heeft een vriend die het kent en jij gaat de relatie slopen, goed? Oké, G, komt goed. Mooi. Ik weet niet of ze al aankomt, maar ik ga me in ieder geval verstoppen, want ja, eerlijk, ik wil het even stiekem afluisteren. Nee, verstoppen. Ja, hier zo. En dan gaan we eens even heel goed luisteren wat ze te zeggen heeft. Barbie, kom maar tevoorschijn. En ondertussen dus lekker aan het wachten op Barbie, maar waar is Barbie eigenlijk? Hey, G, ik zie de aankomertje. Ze heeft een roze bakkie, broer. Wat de hel? Eerlijk, ik val eigenlijk normaal dat de blond is, maar Barbie, broer. Ja, nee, precies. Oké, doe je blijf in je rol, ja? Hey, what do she? Hoe gaat die bij jou dan? Tegen wie heb je het? Ik heb het tegen jou, Barbie. Ben je single? Oh, en hoe ken je mijn naam? Ja, ik heb al mijn geruchten gehoord, maar ben je single? Ja, ik ben single, ja. Zo. Je ziet er best wel knap uit. Vrij gespierd, jongeman. Jazeker, jij bent ook wel knap. Maar heb je soms muizen in je buik? Heb je muizen in je buik? Voor jou altijd. Hey, trouwens, ik kom even een boodschapje doen hier. Lijkt het je misschien leuk dat je samen met me mee naar huis kan? Lijkt me heel leuk, maar ik moet eerst even wat dingen doen. Ja, hoe laat kan ik bij je thuis komen? Hier heb je mijn nummer. Dan app je wel als je kan komen, oké? Okidokie, is goed, schatje. Oké, doei, schat. Doei. Nou, mensen, dit klinkt als een geslaagde prank. Oh, jazeker. Lenny, je hebt goed je rol gedaan. Ja, toch? Oh shit, mijn auto stond er wel. Ik hoop niet dat ze door heeft dat ik ben. Oh, ik hoop dat ze mijn auto niet herkent. Die gaat wel een probleem worden, man. Ik denk dat het hoogst tijd is om naar huis te rijden. En als het goed is, krijg je zo meteen een mooie confrontatie met Ken. Oké, het is tijd om de auto te pakken en daar gaan we dan. Gas geven. Oh my freaking god. Zo, Mitchell. Dat was mooi gelukt. Ja, wat deed ze dan, jongen? Ze ging echt vol binnen. Ik dacht dat ze er helemaal niet op viel. Dat zei je eigenlijk al. Maar geloof me, die man kan lullen als brugman, daar valt iedereen erop. Maar eerlijk, dit is de grootste playboy die er is. Die gaat bij iedereen vreemd. Maar ik ben nu echt zo erg benieuwd naar de confrontatie van haar vriend. Ik heb alles gefilmd. Dus ik heb het al doorgestuurd, zeg maar, naar de vriend. Met een anoniem account. Wat? Heb je alles al doorgestuurd nu? Ja, tuurlijk. Ze moet echt niet naar huis gaan nu. Juist wel, dat is grappig. Nee, dit gaat te ver, man. Dit is te ver, hoor. Ik zweer het. Je manipuleert haar leven, man. Ik manipuleer dit. Zij had er niet zo op in moeten gaan, toch? Dat hoeft ze toch zelf? Ja, maar gast. Zij is makkelijk. Zij komt voor me niet eens de deur uit. Waarschijnlijk is het zo'n vrouw, weet je wat, die de hele dag moet stofzuigen, koken, eten maken, die niet eens werkt, weet je wat de was doet. Terwijl de man lekker aan het werk is. Waarschijnlijk is ze zo iemand. Ja, maar je weet toch niet hoe de situatie is tussen die twee. Volgens mij hebben ze gewoon een hele mooie relatie, maar toch, we moeten wel even vertrouwens testen. We gaan het wel zien. Ja, maar eerlijk Mitchell, als jij een relatie met iemand hebt, dan ga je toch ook niet in één keer zo vreemd met iemand? Nee, tuurlijk niet. Ik bedoel, als ik een relatie krijg, als ik 23 ben, dan blijf ik altijd trouw. Altijd. Kijk, zo mag ik het horen. Maar in ieder geval, volgens mij zijn we bijna thuis aangekomen. Even kijken hoor. Ja, dit huis, is zij al thuis? Zij is nog niet eens thuis. Nou, ik ga mooi mijn auto neerzetten. En ik ga weer even verder met de tuin snoeien, zogenaamd. Ik val dan een beetje op. Wacht, ik doe even het vuil even buiten zetten. Ik denk dat het een goed idee is. Oké, dames en heren, als het goed is, komt zij thuis aan. En ik ben dus heel benieuwd met de confrontatie tussen haar en Ken. Ik had het, ik wil dat niet echt filmen, maar... Ah, daar is Barbie alweer. Ze gaat wel een beetje ver door. Oh, ze gaat hem er achteruit zetten. Helemaal prima. Oké, ik ben eens even lekker de vuilnis aan het buiten zetten. Even de vloer aan het vegen. Hey, daar ben je weer, Barbie. Hey, ben je nog steeds niet klaar? Ik was even net de vuil buiten aan het zetten. Ik heb de tuin al lang gedaan. Oh, oké. Nee, is goed. Dat heb ik niet gezegd. Toppie. Ik krijg trouwens een hele leuke man zo meteen. Oh, cool. Dus als je een vreemde man ziet, gewoon lekker laten gaan. Nee, komt goed, joh, Barbie. Oké. Nou, succes dan met je tuin. Is goed, dankjewel. En natuurlijk gaan we even mooi gluren bij Barbie. ik ga ze naar buiten toe. Dit huis staat zelfs te koop. En als het goed is, gaat zij naar boven toe. En ik ben dus echt benieuwd. Het grappige is, dit huis is van die man daar. Die heeft niet iets door dat het haar huis is, joh. Oh my god. Oké. Oeh, ze mag me niet zien. Maar in ieder geval, ze moet even naar binnen toe. Ja. Oké, mensen. Als het goed is Barbie op dit moment binnen. Alright, en nu is het even afluisteren naar de confrontatie tussen haar. Oké, mensen. Als het goed is hier binnen. En dat dus. En we gaan eens even kijken wat Ken tegen haar te zeggen heeft. Hey Ken, ik ben thuis. Zo, Barbie. Ik wil met even een en ander met je bespreken, want ik ben ergens niet zo heel erg blij mee. Luister, ik heb namelijk in beelden gezien dat je met een of andere gast loopt te flirten en met een of andere gast uit de hond gewoon uit je eigen zin komt. Ja, maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik heb beelden gezien, letterlijk. Ik ben al met haar aan de camera's bij je gek in je hoofd. Nou, doe eens even normaal, zo praat je toch niet echt, juffrouw? En ik heb net letterlijk een Facebook filmpje dat iemand had. Iemand die had gefilmd, die had je gezien blijkbaar. Van waar ben je op je voorhoofd gevallen? Ik weet het niet, maar... Oh, kijk hier, kijk de beelden, kijk nu. Barbie, niet liegen tegen mij, oprecht. Ja, er stond wel buiten. Ik heb het niet gehad. Ik hou ontzettend veel. Weet je wat ik gisteren voor jou heb gedaan? Je kunt wel alleen dan aan mijn luister. Ik ben klaar met Barbie. Je zoekt me lekker uit. Je bent in vreemd gaan. Ah, lukke Barbie dat je bent. Niet mijn huis uit. Ik hoef je niet meer te zien. Nee, ik kan het niet meer redden. Ga eruit, nu. Nee, ik hou. Eruit, nu. Weet je? Oké.
ik ga wel weg. Zo, dat is mooi. Laat ik even weer terug naar de tuin gaan. Oh, ik ga eens even kijken onder de motorkap hoor. Oh, volgens mij is er iets niet goed met mijn auto. Maar ze hebben dus net in ieder geval een keiharde ruzie gehad. Barbie en Ken. Oeh, dat was een verhit gesprek. Dat was niet best in ieder geval. Dat kan ik je wel vertellen. Maar even kijken, is Barbie al bijna daar buiten? Of waar is ze eigenlijk op dit moment? Waar is Barbie? Oh, daar komt ze, daar komt ze. Oké, okay, even kijken hoor. Ah, ik zweer het, die motor is weer kapot. Barbie, waar ga je naartoe? Barbie! Ik ga nergens heen. Nergens? Oeh. Heavy man, heavy. Ja, kijk, vreemd gaan is ze echt zelf gedaan. Daar heb ik ook geen medelijden mee. Dus ja, ik ga even instappen. Nou, Mitchell, niet helemaal goed gegaan. Zei je toch? Oh, dit gaat echt wel te ver, man. Ik ga eens even kijken waar de GPS-trekker is. Maar ik vind het wel echt zo snel voor er nu. Na 24 uur gaan we iets regelen voor er, oké? Okay? Dan gaan we proberen op te lossen. En kijken of we Ken kunnen overhalen. Ja, dat is goed. All right. Ik denk dat dat nog het beste is. Oké, okay, we gaan even door naar de laatste prank. En ik ben dus heel benieuwd hoe ze daarop gaan reageren. Oké, okay, Mitchell, dus de laatste prank. Het is niet te heftig deze keer, want ik dacht van ja, ze hebben eigenlijk al genoeg geprankt. Maar ik wil er minimaal 3 pranks op een dag hebben. Ja, maar. Ik denk dat het beter is dat je gewoon rustig aan doet, inderdaad. Ja, met die clown. Ik ga met een clown, dat kan wel. Met een clown, hij laat schrikken. Oké, dat kan wel nog. Ja, ik denk dat ze dat ook wel nog redelijk onder controle krijgt dan. Ja, want het is best wel heftig eigenlijk. Ik ben iets te ver al gegaan, het is wel zo. Ja, gast, maar je hebt haar hele relatie heb je verkloot. Ja, ze heeft het eigenlijk zelf gedaan, ze is vreemd gegaan. Had ze ook niet moeten doen. Ja, daar ben je wel over eens, toch? Deels wel, deels niet. Nou, in ieder geval, ik ga lekker naar boven doen. Ik ga me verkleden als clown. Laat ik dat even gaan doen. Oké, mensen, ik ben dus hier als clown. Ik denk dat het een goed idee is dat we haar even gaan laten schrikken. En dat ik even mijn hakbel erbij pak. Is geen echt hakbel, dus ik kan hier niet meer mappen of zo. Dus ja, als het goed is, zal ze echt boven de watertoren moeten staan. Want ze is naar het waterpark gereden. Geen idee waarom. Maar een beetje een vreemde plek, zeg maar, om mezelf te verstoppen. Maar goed, weet je, nadat ik zo ver ben gegaan. Mensen eerlijk zeggen in de chat: ben ik een beetje te ver gaan met deze prank of niet? Kijk, eerlijk, ze heeft het wel zelf gedaan, toch met vreemd gaan. Wat vinden jullie ervan? Want ze is er wel echt op ingaan. Als ze dat niet had gedaan, had ze het gewoon voorkomen. Het was gewoon een prank. Dus ja. Oké, okay, ik zie dat Barbie staan. En wat is Barbie er eigenlijk aan doen? Nee. Hallo? Hey! Elano? Barbie? Ik wil je pranken. Ja, lekker man. Hé, dit is even normaal, joh. Hey, joh. Oh my god. Oké, okay, ik ga van de glijbaan. Oké, okay, go. Ze mag niet achteraan, gek. Zo. Oeh, nee. Go. Oké, okay, zet ze achter me aan. Ja, ze komt. Wat? Barbie, waar is ze nou ineens naartoe? Oh my god. Oké, okay, weet je, ik kan hier in het water duiken. Ouch. Zo. Gelukkig in ieder geval een natte, zachte landing. En oké, okay, we gaan even heel snel naar de auto toe. Ze is er een beetje klaar mee. Oh, weet je wat? Ik ga een probleem met Ken even oplossen. Want ik denk dat het beste is. Want ja, we zijn een beetje ver gegaan, man. Nou, weet je, als even door. Ja, dat dacht ik al. Ja, het viel ook wel een beetje op iedere keer ik in de tuin staan. Nou, ja. Nou, ik stond ook voor iemand anders huis. Dan is ze een leuke buurman. Maar ik ga eens even kijken hoe het met haar en de echte buurman gaat. Want wat gaat ze tegen de buurman zeggen als hij daar staat te sproeien in de tuin? Weet je, dat gaan we thuis wel even zien. Oh my god, oké. Okay. Ik ga hem even daarna zetten, ook eentje verder. En dan gaan we even de buurman even in de gaten houden. Want de buurman is thuisgekomen. Die is namelijk op vakantie of zo geweest, tenminste. Iemand zat er net wel in het huis. En oh my god, ik ben dus heel benieuwd wat Barbie bij de buurman gaat doen. Oh, ik ga dus even achter het sell-out-bord staan. En we gaan eens even kijken, man. Oké, okay, dus daar is de buurman. En als het goed is, komt Barbie daar aan. Dus ja, ik ben dus benieuwd wat de buurman tegen Barbie te zeggen heeft. Hey Barbie, hoe gaat het met jou? Ik hoef jou helemaal niet meer te spreken, joh. Hé, hey, hoezo dan, hè? Hey. Ja, dat is niet zo handig, Barbie. En wat is je probleem dan weer? Ik heb niks gedaan. Jawel, je hebt wel wat gedaan. Nee. Ah. Oeh, dat ziet er niet best uit van die man. Wat gaat ze nou weer doen? Ze komt terug. En wat? Oeh. Ze is niet de slimste in ieder geval. Oh, ze maakt heel... Wat? Oh, ze doet die tuin van die buurman te ruïneren. Oh. Dit is niet best in ieder geval. Maar we zijn in ieder geval wel ontsnapt aan Barbie. En wat doet ze nu? Deze... Oh! Oké, okay, weg. We zullen mama niet gezien hebben. Oh, zo. Barbie is goed agressief, jongens. En de Barbie-film, oh my god. Ja, dat is natuurlijk ook weer in de bioscoop, hè. Maar ja, ik ga wat eten voor jullie verzorgen. Want ik vind Barbie niet zo heel geweldig eigenlijk. Oké, okay, Barbie, wil je niet geweldig vinden? Nou, in ieder geval, ga maar lekker koken. Oh my god, nou, daar gaan we dan. Ik dacht normaal dat vrouwen altijd koken, huishouden, weet ik wat. Dat wij werken en als we thuis komen, een bord eten op het klaar hebben. Maar blijkbaar niet. We gaan even voor de lasagne kijken. Ja, dat ziet er allemaal heel goed uit. Ja, lasagne ziet er gewoon heel goed uit. En ja, ik zet even in de oven. Weet jullie ook waar de borden liggen op dit moment? Oh, wacht, die borden heb ik beneden gelegd namelijk in de kamer. Oh, oké, okay, nee. Ik ga ze even voor jullie pakken. Nee, komt goed. Oké, ja. Waar nemen we die borden dan weer beneden? Wat is dit nou weer te betekenen? In ieder geval, laten we even naar beneden lopen. Ik denk dat dat goed idee is. Dat gaan we even mooi even doen. Maar dit vind ik nou zo niet verstandig. Maar ze gaan Barbie kijken. Oh my god. Dat is echt niet best, man. Oké, waar moet die borden dan liggen? Ah, volgens mij in deze kamer dan, toch? Eens even kijken, hoor. Wat gebeurt er? Nee, oké. Okay. Wacht, ik ga eens even kijken wat er gebeurd is, man. Oh nee, dat is echt niet best. Wat? Hoe kan het in één keer weer zo gebeuren, man? Oh nee, ik smeer het je. Hallo, zijn jullie er nog? Oh my god. Hallo, Michael, Amanda, zijn jullie er nog? En wat? Wat is bij hun gebeurd?
Nee, Michael, Amanda. Oh nee, ik zie overal bloed liggen. Nee, 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 nee. En ik kan alleen mijn borden pakken. Wat is met hun gebeurd? Oh nee, ik moet ze gaan zoeken nu. Ik zweer het je. Het kwaad voor me al geschiet. Ja, ik weet je wat, die pizza? Ik ga die oven even heel snel uitzetten. Oh my god. Zo, die staat mooi uit. Oh, tijd om naar buiten te gaan, man. Wat is nou weer gebeurd? Oh nee. Michael, Amanda, waar zijn jullie? Nee, 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 nee. Oké, het is tijd om naar beneden te springen, man. Zijn ze misschien in het zwembad ergens gestopt of zo? Ik heb echt geen idee. Maar dit ziet er al niet best uit, man. Oh, dit ziet er echt zo slecht uit op dit moment. Oh, dat is echt niet best. Oké, eens even kijken hoor. Oké, waar moet ik naartoe? Oh, hier moet ik denk ik naartoe, hè? Oké, goed idee. Nou, dan gaan we hier naartoe. En eens even kijken, hoor. Wacht eens even. Die deur heeft hier nog nooit gezeten. Maar sinds wanneer zit hier een deur? Ik weet niet of verstandig is om hier naar binnen te gaan. Michael, Amanda, zijn jullie hier? Of hoe zit dat nou? Hi, Ken. Wat? Hi, Ken? Oh my god, wat heeft dat nou weer te betekenen? Oh nee. Oké, zullen we naar binnen gaan? Oké, daar gaan we dan. In 3, 2, 1. Guys, we zijn dus beneden aangekomen. En oh my god, dus dit is wat er onder mijn huis gebeurt. Gewoon een heel laboratorium. Hoezo wist ik dat nog niet? En hè? Wie is zij? Zo. Ik heb net even mooi Jimmy en Michael zo te pakken gehad. Het is tijd dat we hier poppen gaan maken. Zou ik eigenlijk ermee gaan spelen? Yes, yes. Even, het is mijn dokters gaan informeren. Dit gaat leuk worden. Hè? Wie is zij nou weer? En wat is haar plan? Ik snap er helemaal niks van. Oh my god, waar gaat ze naartoe? Ze gaat de dokters informeren? Oh, daar loopt ze, daar loopt ze. Sst. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn, want dat is echt niet best, man. Oké, ik denk dat de hoogste tijd is om even hier te gaan lopen. We moeten nu... Oh, daar komen ze, daar komen ze. Oké, sst. We moeten heel gauw verstoppen hier zo. Ik denk dat dat een goed idee is om te doen. Oké, daar zitten we dan. Goed verstopt. Oh nee, wat is hun plan? Ik zweer het je. Oh, hier gaan hier naartoe. Zo, heb je alvast de recept klaar? Want ik wil van deze mensen even mooi dat poppen gaan maken. Maar Benny, ik heb hem niet kunnen vinden. Vraag wil ik het liefst dat poppen maken, dat ik weer raak worden. Ik weet het, Barbie. We gaan alles doen om het te vertrouwen, oké? Ja, dat doe ik als ik een plan. Ik wil dat allemaal mijn poppen worden. Komt van de Barbie over deze over te maken. Ik had ervoor zorgen dat jij je poppen krijgt. Oké, zo mag ik het horen. Wat? Wat zijn ze van plan? Oh my freaking god, en ze gaan ze hier blijven? Oké, volgens mij gaan ze weer weg. Goed zo. En het gekke is, hoezo klonk die meneer als een mevrouw? Dat vond ik nog het allergekste. Weet je wat, we gaan proberen hier weg te sneaken? Want volgens mij zijn ze in de rapportage aan het kijken. Zo, even kijken in de dossiers. Dat klinkt als een goed plan. Oké, deze meneer klinkt dus als een vrouw. Oké, dat is wel heel erg apart. Maar moet hij... Oké, daar staat ze. Wat doet ze daar in één keer? Oh my god, is het een replica van Barbie? Ik denk het wel. Oké, die replica's gaan proberen een knock-out te krijgen. Want ik zweer het je, dit is echt niet best. 3, 2, 1. Stokkoek. Zo, die mag even mooi haar lesje gaan leren. Oh my freaking god. Oké, moet hier voorzichtig zijn. Oké, dus we gaan naar de call room. Oh my god, dat zou het heel koud zijn zeker, hè? Dus we gaan die proberen zo snel mogelijk. Oh, nee, 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 nee. Hey, kijk eens of er indringers zijn, want ik de power hier niet. Oké, ga ik nu doen. Oh, ze gaan nu al kijken of er indringers zijn. Oké, tijd om het te gaan verstoppen, man. Ik hoop dat ze me met rust laten. Oh my god, daar komt ze. Hallo, ik weet al dat je het hebt verstopt. Kom maar te voorschijn. Het is alleen maar goed voor poppenhuis. Ja, poppenhuis? Oh my god. Dit meen je niet. Barbie staat daar ook gewoon. Oké, probeer iets verder te sneaken, ja? Waar ben je dan? Kom maar te voorschijn. Het klinkt alsof er iemand is die heel graag in mijn poppenhuis wil hebben. Maar ik wil helemaal niet naar het poppenhuis. Ze moet nu wegwezen. Ik zweer het je. Oh my god. Ik hoop dat ik hier goed verstopt ben. Maar daar staat ze. Ze staat daar ook maar gewoon hartstikke eng. Oh, gelukkig. Ze gaat alweer weg. Nee, dokter. Ik heb hier niks gezien. Er was niemand door zo. Nou, ik dacht gewoon dat ik wat hoorde. Oké. Maar ik kan even de rest van het werk doen. Dit was echt op het nippertje. Oké, we moeten echt hier een manier vinden om eruit te komen. Maar het begint nu al gewoon gek te worden. Oh my freaking god. Als het goed is, zijn we terug naar de kamer gelopen. Eens even kijken hoor. Wat zou hij nou zijn? Help! Huh? Wie is er nou? Oh my god. Dat is Amanda. Hallo Amanda. Dat is met je te maken. Ik zal je graag in mijn poppenhuis willen. Maar het wil ik even de recept ophalen. En dan ga ik me zorgen dat je in het poppenhuis komt. Wat? Oh nee, dit is niet best. Ik ben zo terug, Amanda. Wat? Dit meen je niet. Hé, Amanda, je moet er nu uit. Ja, dat weet ik, Delano. Hoe ga je dat doen dan precies? Wacht, ik heb proberen het glas open te schieten, ja? Ik heb een demper op mijn pistool. 3, 2, 1. Het is gewoon kogelvrij glas. Ja, ik weet het. Wacht, ik heb een idee. Ik druk nu op het knopje. En kijk eens, de deur gaat open. Amanda, ga er nu uit. Ga ik doen, Delano? Oké. Amanda is gelukkig aan het rennen en daar komt mooi uit. Laten we nu even verder het gebouw in gaan, man. Oh my god, volgens mij zijn ze hier bezig, toch? Wat zijn ze hier aan het doen dan? We moeten nu aan voorstaan. De medicatie gaat goed. Nog eventjes in de pilletjes zijn klaar. Inderdaad, dan kun je lekker wat poppen spelen, Barbie. Ik hou van jou, Barbie. We gaan er nu persoonlijk voor zorgen dat Amanda in ieder geval in het poppenhuis terechtkomen. Amanda en Jimmy hebben hier wel gevangen. Maar Michael en Trace zeggen blijven, dat weet ik niet. Oké, dus hun zijn gewoon vermist. Weet je, Amanda, ik ga even kijken wie ervoor staat. Oh, ik ben zo benieuwd dat het einde is op paard. Dus laat ik nu even kijken. En dat
Ze zijn wel erg warm. Hey, ze zijn in Nederland volgens mij. Doe nu. Barbie, kom. Wat, smijt ze eens. Ik kom er nu aan. How dare you? Hoe kunnen inbrekers komen? Ik dacht dat het inbreker proef had, man. Oh my god. Oh, ze zijn daar niet serieus, hè? Die stomme indringers. Oké, het is nu tijd om de pillen te gaan stelen. Zo, oké, waar kunnen ze zijn, hè? Alles meenemen. Pas op, als ze terugkomen, dan zijn we met die pineut, hè? Oké, ik weet niet waar ze zijn. Oké, die dokter staat daar zo. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn. Oké. We gaan even kijken, waar zou Jimmy eigenlijk zijn? Ik ben heel benieuwd wat Jimmy is. En is Jimmy nou serieus daar? Zo, Jimmy. Dankzij jou zit ik in de gevangenis, hè? Maar weet je wat? Ik ben vrijgekomen op één voorwaarde. Om je dood te slaan. En ja, ik zweer het je. Ik heb een half minuut nodig om je dood te maken, vriend. Ik heb hem gewoon... Ik ga even prijzelen, vriend. Wat? Ben je serieus? Jimmy is echt als de dood voor deze man. Deze had Jimmy altijd gepest. En nou zit ze gewoon samen in de gevangenis. Jimmy, dit gaat me even pijn doen, hè? Je gaat me voelen, hè? Hier, neem het. Lekker voor je, Jimmy. Lekker voor je, vriend. Hier, take it, bro. Hè? Wat denk je dan maar niet? Zo, daar lig je dan, hè? Oh, Charmers. Ik kan ook helemaal niks tegen doen. Ik kan ook helemaal niet ingrijpen. Ik zweer het je. Wat moet ik nou precies doen dan? Wat doe je nou precies? Snel, stoppen. Oh my god. Het zal. Ik denk dat ik gewoon... Ik ga gewoon even verder kijken. Altijd hetzelfde serie. Altijd dingen die ik wel hoor. Of gewoon stemmen in mijn hoofd. Ik moet echt naar de dokter. Dat klinkt als een goed idee, maar niet voor stemmen in je hoofd in ieder geval. Oké, het is tijd om hier weg te wezen, man. Maar Jimmy, hij is flink te pakken genomen door die man. Twee klappen. Hij is gewoon dood. Wat? Nee. Oh, Charmers Jimmy. Ik wil het er niet over hebben. We gaan hier proberen uit te komen, want ik denk dat het best is om te doen. Dus we gaan proberen hier te ontsnappen. Oké, gelukkig is hier helemaal niemand. En eens even kijken hoor. En eens even kijken. Waar moeten we naartoe? Ik denk naar links nu. We moeten er nu uitkomen. Ik zweer het je. Dus laat het even mooi gaan doen. Ja, wat deed jij hier daar? Ik wist al dat iemand in het gebouw zat. Hé, de Lana. Nee, misschien mee naar het poppenhuis, hè? Maar hoezo zou ik nou weer naar het poppenhuis moeten? Ik heb toch nooit iets met jullie misdaan? Het indringen is eigenlijk al een feit. Ja, hallo, het ligt onder mijn huis. Dat klopt. Doe maar mooi mee. Dat dacht ik mooi niet. Oh my god, wat willen ze gaan doen? Nee. Oh, dat is echt niet best. Oh my god, ben je serieus? Wacht. Ah, daar komen ze. Oh, daar is hij. Daar is die gast. Wat? Die dokters willen mij te pakken nemen? Ben je serieus? Oh my freaking god. Hallo? Waar zijn jullie dan, hè, lafaards? Oh my god. Dokters zijn gewoon weggerend? Wat is dat nou weer te betekenen? Oké, deze dokters zijn wel erg laf. Ik dacht dat ze mij willen pakken. Nou, in ieder geval laten we er even mooi uitrennen. Want ik heb een paar te pakken, ik zweer het je. Zo, oh my freaking god. Ik dacht ze willen me even mooi te pakken gaan nemen, maar zo te zien is het niet echt gelukt. Oei. Oh, dat gaat niet best. Oef. Ouch. Oké, ik dacht al, hè. Ze durven het dus wel. Oeh, snap. Zo, dokters, hè? Wat denken jullie dan maar niet? Hè? Oh my god, dus we gaan met elkaar samenspannen om tegen mij te battelen. Ze zijn niet gek in ieder geval, dat kan ik wel vertellen. Oké, hier. Take it, hè? Neem het dan, hè? Lekker voor jullie. Zo. Oeh, nee. Oh, ik word echt gewoon gevochten hier. Ik word gewoon geschoten. Zo. Ja, je moet je kopje wel even iets verder verstoppen als je mij te pakken wil nemen. Stomme dokters. Er zijn er nog twee. Hier. Nog twee. Oh, nog drie. Zo. Hoppa. Liggen jullie, alle drie. Jij ook liggen? Jij ook. Mooi. Hoppa. Jullie hebben één kogel nodig. Oh my god, er is nog eentje erachter verstopt. Kan ik niet die voeten schieten? Boom. Zo, lekker voor ze. Zo, hoppakee. Ik denk dat we die dokters mooi te pakken hebben. Hebben ze allemaal niet gehad of leven nog een paar? Even een beetje scannen hier zo, want... Oh, daar zijn er nog twee. Oké, daar zijn ze hoor. Oké, waar zijn ze dan? Hier. Zo, hoppa. Daar liggen jullie dan. Hè? Slechte dokters. Het begint wel te regenen. Maar goed, weet je, het zal wel zo droog zijn. Oh, daar ligt hij dan hoor. Zo, hoppa. Nou, het is in ieder geval mooi droog. En ik denk dat de hoogste tijd is om te ontsnappen. Oh, daar staat nog één dokter. Wacht, die ga ik even mooi te pakken nemen. 3, 2, 1. Die ziet me niet. Hoppa. Kijk, die liggen in ieder geval mooi te ronken. Laten we snel een autootje pakken, man. Of nee, geen auto. Nee, motortje. Dat is denk ik een beter idee. Dus laten we heel snel, echt snel mogelijk hier wegkomen, want... Maar wat gaat Barbie nu doen met die rest dan? Oh my god. Maar die andere twee zijn ontsnapt, hè? Maar waar zullen ze naartoe kunnen zijn? Ik zweer het je. Zijn ze ontsnapt of zijn ze meegenomen? En Amanda zou ook wel weer in één keer meegenomen zijn, denk ik. Want Amanda zou hier nooit weg kunnen komen. Ik zweer het je. Hoe moet ze hier ontsnappen? Ik heb haar wel bevrijd, maar ze komt er niet door die gaasten heen. Of is ze via de andere kant het huis uitgekomen? Ik durf het niet te zeggen. Maar in ieder geval, ik ga even met de... Ik ga een stuk rijden en ik kijk wel waar ik uitkom. Dus ik zie jullie zo weer. Oké, dames en heren. We zijn dus in ieder geval bijna aangekomen bij het volgende huis. En oh my god. Ik zweer het je. Dit is best wel spannend. Maar we moeten er toch even naartoe. Dus laten we het even gauw gaan doen. Maar we moeten dus verzorgen dat Barbie in ieder geval gewoon echt gaat stoppen. Want ik zweer het je, ze wil ons in een poppenhuis krijgen. Maar dat gaan we mooi niet laten gebeuren. In ieder geval, dit is het mooie huis. En hier moet het dus ergens zijn. Ik heb het idee dat een van de slachtoffers hier namelijk zit. We moeten ook Michael gaan zoeken. Maar ze worden nog steeds gevangen gehouden. En zelfs met de dag van vandaag Amanda. Ik denk dat hij of Amanda of Trey zit. Ik denk niet dat het echt zo'n grote plek als dit aan Michael gaat zitten. Maar dit huis is dus tijdens erg vervloekt de laatste tijd. Ik heb er een tijdje gewoond, maar sinds kort niet meer. En dat heeft gewoon met dit te maken. Oké, ik weet dat ik mijn auto moet neerzetten. Dus we gaan hier even naartoe. Ja, ik ben hier echt gewoon gevlucht wegens veiligheidsomstandigheden. Want ja, zoals jullie weten, ik woon
jullie hier. En er gebeurde altijd wel wat. En hey, kijk eens. Oh my god. Stel de Lano, en hoe heb je mij kunnen vinden dan, hè? Hallo, sukkels. Ik wist dat ik hier heb gewoond, überhaupt. Oh, dat vind ik wel logisch. Dat verklaart natuurlijk alles. Ja, ik wou net zeggen. Maar geen smoesjes, want dit gaan we niet accepteren, vriend. Hoppa. Zo, liggen jij. Kijk, zo doen we dat. En jij gaat ook even mooi liggen, vriend. Hoppa. Zo, nog iets? Hè? Nee. Liggen. Zo. Oh my god. Even al die dokters even neerhalen. Zo, en jij gaat er ook even liggen, vriend. 3, 2, 3, 2, 1. En jij gaat liggen, vriend. Hoppa. Hoppakee. En nog iets? Nog iets? Nee, je hebt niks meer. Hoppakee. Daar lig je dan. Wel trusten, dokter. Hey Tracy, ik kom je bevrijden. Oh, echt Alana, je bent een schat. Dankjewel voor het redden van mij. Geen probleem, Tracy. Kom, we gaan naar buiten toe. Dat klinkt als een goed idee. Tracy is de eerste die vrij is en dat is net mooi. En nu gaan we door naar de volgende, want ja, eerlijk, ik heb hier geen geduld meer voor. We moeten er even door. Want ja, wat hier nu eigenlijk allemaal gebeurt, dat is gewoon echt geen pretje. We moeten gewoon even weg. We moeten door naar de volgende plek. En waar zal dat ook alweer zijn? Oh ja, de McDonald's. Want ja, voor mij ging eentje even McDonald's halen of zo. Ik weet niet, want dat doen ze altijd. Altijd vrijdag. Je weet het, hè, vrijdag is Mackey Day en blijkbaar maken ze er gebruik van. Nou, ik vind het prima. En oh my god, het regent alweer. Maar gelukkig niet lang, want het klaart alweer op. En dat is eigenlijk wel mooi, want eerlijk, ik hou van de zon. Ik hou niet van regen, regen, regen. Want ik kan daar niet tegen. Oh, gelukkig. We kunnen in ieder geval stunten. Alle jongens die stunten. 100 punten. Ja hoor, en 100 punten. Alle jongens die stunten. Mamami. Oké, mensen, ik denk dat ik even een liedje moet gaan neuren. En jullie mogen kunnen raden wat voor liedje dat eventueel is. Dus laat maar in de chat achter wat voor liedje ik neurie. Oké, mensen, welk liedje was er nou net ik aan het neurien ben? Ik heb er fijn een beetje andersom gedaan, sorry daarvoor. Laat maar in de comments achter wat ik aan het neurien was. Ik denk dat ik duidelijk genoeg ben geweest. Mensen, we gaan even lekker doorrijden. Nou, we zijn hier wel bijna aangekomen. En even over dat liedje die ik aan het neurien was. Er zijn twee antwoorden goed, weet je. Je mocht twee antwoorden geven. Dus ja, je hebt twee verschillende antwoorden. En je zou denken, hoezo dat dan? Daar komen we achter als je een comment achterlaat. En als je mijn YouTube kanaal eerder hebt gecheckt. Wat is mijn meest bekeken video eigenlijk op dit account? En dan kom je er eigenlijk wel achter wat ik heb geneuried. Maar goed, weet je, ik ga even mijn auto hier neerzetten. Zo. Moet hij dus naar binnen toe en ze gingen een Mac halen. En oh my god, ze hebben dus Tracy meegenomen. Oh my god, dat meen je niet. En daar komt Grimmis. Wat? Ben je serieus? Grimmis komt eraan. Nee. Oh nee. Ik zweer het je. We pakken een sniper. Shh. Grimmis allemaal gehoord. Wat? Ik wist dat niet eens, joh. Oké, daar is Ronald, hè. We gaan proberen te snipen. 3, 2, 1, go. Hoppa. Daar ligt hij dan, hoor, Ronald. Mooi bloedbadje gemaakt. Zo, Amanda, ik kom bevrijden. Dankjewel. Oh, ik werd net ontvoerd alweer toen ik weg wou lopen. Dat weet ik. Maar kom, we gaan naar buiten toe. Okidoki. Amanda is naar buiten, maar Ronald is lekker aan het slapen. En nu gaan we op zoek naar Barbie. Barbie, het is tijd om je te vinden. En Michael, jou ook. Dus we gaan weer even de motor pakken. En ik denk dat het hoogst tijd is om de laatste plek even te bezoeken. Het is een stukje rijden, maar als je daar een beetje gas wil geven, dan zijn we er eigenlijk zo. Dus ja, we moeten gewoon even proberen, ja, zoveel mogelijk vaart te maken. En gewoon rustig te blijven. Ik denk als we dat doen, dat het wel goed lukt, mensen. Maar weet je wat, ik zie er daar, want ik ga niet te lang praten. Want dat heeft niet echt veel zin. Nou, mensen, we komen dus bijna aan. En oh my god, hier is het dan, hè. We gaan eens even naar mooi naar binnen toe. Zo, garage open. En hier moet het dus eigenlijk zijn, hè. Kunnen we hier de luchtschacht zo naar binnen toe? Ik weet niet of dat gaat, maar we kunnen even kijken. Nee, dat is een beetje te klein. We gaan eens even kijken, hoor. De meterkast. Staat er ergens stroom? Want ik moet even kijken of er stroom op staat. En hè? Wacht, ik ben in één keer hier naar binnen toegekomen. Wat? Ben je serieus? Oh nee, ik ga Michael proberen te vinden. Daarna gaan we Barbie pakken. Michael, ben je hier zo? Michael? Oh my god, Michael, hier ben je dan. Hey, Delano, bedankt voor het bevrijden. Geen probleem, Michael. Laten we snel wegwezen. Ga ik doen. Goed idee. Michael is wel weg, maar kijk eens wat er staat. Er zijn dus duidelijk camera's. Oh nee, ik ben waarschijnlijk gezien. Ja, dat is natuurlijk niet best, dus we moeten gewoon even eruit komen. Want ja, ik moet mezelf laten zien. Het kan niet anders. Ik ga Barbie even mooi afmaken, man. Barbie weet waar ik ben. Er hangen goed camera's in deze hideout. En dat is namelijk wel een probleem. Waar zal Barbie nou eigenlijk precies zijn? We gaan eens even kijken, hoor. Barbie wil waarschijnlijk spreken. Maar ik wil Barbie ook wel eens even heel graag spreken. Zo, zo, zo. Barbie, daar ben je dan, hè? Dat klopt helemaal, Milano. Om te zorgen dat je mooi heeft gegaan te bomen. Maar je hebt idee laten gaan. En dat kan niet meer eens papieren. Niet laat maar één doen, hè. Dat is jouw vermoorden. Weet je wat? Het is spijt dat ik jou in mijn pop uitraden. En ik denk dat je moet jou spelen. Dan neem ik jouw YouTube-kanaal over, goed? Dat gaat mooi niet gebeuren. En natuurlijk kan Barbie me schieten. Hey, stop er eens mee. Barbie. Dat kun je niet maken. Oh, ik ben flink geraakt, man. Maar in ieder geval, we hebben Barbie mooi te pakken. Mensen, we hebben het in ieder geval uitgespeeld. Dankjewel, liken, abonneren. En ik zie jullie bij een nieuwe video weer. Adios.